meer je naar binnen toe gaat en voelt wat er allemaal om je heen gebeurt, zijn er gewoon energieën waar je niet omheen kan. En dat is alleen al de seizoenen, maar per maand, vanaf de zon, vanaf de maan gezien, energieën wat dat voortbrengt en waar je eigenlijk gewoon niet omheen kan en jezelf alleen maar mee in de weg loopt, wanneer je niet gewoon aantapt op die energieën. En als je het heel simpel had, vanaf het simpele kan je zelf dingen inkleuren, ben je zelf meer aan het zien. Maar de herfst, dat stimuleert je om je terug te trekken. In de winter geef je je uiterlijk rust. En van binnen is er groei en je doet zelf onderzoek. Bouwen aan vertrouwen, dingen accepteren, illusies loslaten. In de lente ontwaak je je natuurlijkheid. Je laat energie ontkiemen en groeien in je. Je voelt die energieën in je toenemen. Breng jezelf in balans. In de zomer voel je de kracht van je licht. Hier groei je. Je groeit in het hart. En ga je, of moet je bloeien. Hier ben je helder en zit je vol energie. Januari. Zinvol bezig zijn. Diepere betekenissen van gebeurtenissen herkennen uit het verleden. In februari ben je voornamelijk bezig met het licht. In je, om je. Ben je bezig met rust en vertrouwen. Je weet wel waar je al lang al, je weet waar je op kan bouwen, toch? In maart, betekenis aan het leven. In april is het innerlijke vrede, kracht en inspiratie. In mei, bezig zijn, om je heen kijken en de energieën voelen. In juni gaat het voornamelijk om de vrouwelijke energieën, de emoties en behoefte aan intimiteit. Juli, vrij dromen. Maar ook eventjes een pauze, terugblik op je eerste 6 maanden. Augustus, helderheid. Intuïtie, energieën om dingen aan te pakken. September, veel emoties. Dromen en aanvoelen. Afstemmen op de energieën. Denken aan personen en vroeger. Oktober, spanningen, boodschappen ontcijferen, tijd om dingen te vormen. Maar je doet het rustig aan en met geduld. November, verbinden van mannelijke en vrouwelijke energieën. En december, hier keert het licht terug. Reflecteer je weer even terug naar de laatste 6 maanden... En dat weerleg je een beetje op hoe je dat in juli ook aan het doen was. Hier ben je zaadjes aan het planten waar je mee bezig wilt zijn. En wat wil je realiseren? Wat wil je leren? Ontwikkelen? Welke stappen wil je maken? Welke stappen wil je zetten? Hier versterk je jezelf. Hier gaat het om voelen. Hier gaat het om stilstaan bij. En hier ben je opnieuw aan het intunen met jezelf. Je unieke zijn. Het hangt. Je trekt het aan, je bent die magneet, je bent die ontvanger, je zendt uit.